Nou bent u natuurlijk werkzaam als hoogleraar hier op een Nederlandse universiteit. Dat zijn bolwerken van woke cultuur, als wij de berichten mogen geloven in de media. Studenten die alleen nog maar bezig zijn met of je wel aan de goede kant van het politieke en culturele spectrum staat. Allemaal overgewaaid uit de VS. Ja, nou, wat ik merk is dat, ja, dat neemt wel toe in de Verenigde Staten. Maar een van de dingen die bij mij nog altijd opvalt is hoe anders de Nederlandse universiteiten doorgaan zijn dan de Amerikaanse. Dus als je zegt van nou, alles is hier wordt volledig geamerikaniseerd, dan denk ik dat dat wel meevalt. Wat ik nog merk is dat er nog in de... Nou, niet alle studenten hebben daar belangstelling voor. Ik merk dat er veel docenten zijn die dan ook wel hun twijfels en hun zorg hebben over woke. Ik merk zeker bij Nederlandse bestuurders dat ze daar weinig van willen zien op hun eigen universiteit. Dat dan wetenschap in de weg staat. En ook wel dat je dan ook wel je eigen mening zou moeten kunnen uiten in een universitaire gemeenschap. Amerikaanse toestanden. Ja, maar nog in Nederland niet. Dus ik denk dat dat bij universiteiten... Op Amerikaanse universiteiten is dat wel het geval, zegt u? Ja, Amerikaanse universiteiten vind ik dat wel vrij sterk is doorgevoerd. Dus ik denk dat je daar... En dat is denk ik... Maar als Amerika dan een cultureel voorland voor ons is, als wij daarnaar kijken, dan is dit dus... Ook op dit vlak is dit dus een invloed die we zien. Ja, dus iets dat het neemt toe en je ziet ook wel de invloeden. Dat is zeker zo. Het is alleen maar dat nog wel, voordat dat wel zover komt, denk ik wel nog een aantal culturele veranderingen voor nodig. Dus ik zie het nog niet op een niveau dat ik in de VS zie. Je moet zeggen, het gaat echt heel ver in de Verenigde Staten op dit moment. Dus niet alleen de universiteiten, hè, dus, maar dat je zegt van dat mensen zeggen, Amerikanen zeggen, ik wil niet dat mijn kinderen een relatie aangaan met iemand van de andere politieke partij. Ja. Dus dat gaat wel dan wel heel erg ver. Dus, ik las zelfs berichten over mensen die hun huis niet willen verhuren als iemand op de verkeerde partij stemt. Ja, precies. Dus je merkt voor rent, maar niet voor Republicans. Ja, precies. Dus het was half eeuw geleden was het nog religie die nog wel iets kon uitmaken. Maar nu is het wel inderdaad politieke voorkeur. Ja. Ja. En soms wordt dan gezegd, als we naar Amerika kijken, dan kunnen we het Nederland zien van over enkele decennia. Nou ja, ik denk dat je... de vraag is in welke mate Amerika nog steeds in de toekomst dezelfde soort culturele impact kan hebben. En zal hebben. Dus dat is denk ik een van die vragen. Maar ik denk, je moet ook altijd zeggen dat elk land, ook Nederland, ook een open land zoals Nederland, veranderingen of culturele ideeën en patronen overneemt op hun eigen manier. Ja. Dus het is, Nederland zal nooit helemaal zijn zoals de Verenigde Staten. Als Amerikaanse ideeën, patronen, waarden overnemen, dan doen ze het dan toch wel op hun eigen manier. Ja.